Hi, welkom. Welkom bij Website Check. Ik ga een artikel van de Consumentenbond met je bespreken. Een aantal punten in het artikel vind ik opmerkelijk, want aan de hand van die informatie heb je niet genoeg om te beoordelen of een website wel of niet betrouwbaar is. Laten we maar beginnen. Zoals je hier kan zien is dit het artikel. Ik zal hieronder gewoon een link laten. Je kan het gewoon even doorlezen voordat we deze gaan doornemen. Het komt erop neer van, je krijgt een checklist van een consumentenbond. En die checklist kan je gewoon gebruiken om te controleren of een webwinkel wel of niet nep is. Het eerste punt komt erop neer van, criminelen nemen al domeinnaam over. En vervolgens aan de hand van dat maken ze een webshop. Als de naam niet overeenkomt met de webshop, dan moet een belletje gaan rinkelen. Dit klopt niet helemaal, want als je slim bent, vooral als je eigenaar van een webshop, dan is het handig om een oud domeinnaam te kopen, want de oude domeinnaam heeft al ranking gebouwd. En Google beslist jouw ranking ook op hoe oud jouw domeinnaam is. Dus de meeste webshop-eigenaren die kopen gewoon een oude domeinnaam en vanuit daar gaan ze erop bouwen. Door nu de webshop-eigenaar te labelen als criminelen, dat vind ik een beetje opmerkelijk. Ik ga even laten zien hoe je kan controleren of een domeinnaam oud is of niet. En hoe je die kan kopen, zodat je zelf een beeld erover hebt hoe het proces gaat. Je gaat gewoon naar Google. Je typt gewoon buy old domain. En vervolgens kan je hier. Vervolgens kan je hier gewoon zien welke domeinnaam oud is. En je kan ook een beeld krijgen van wat de ranking is. Je hebt ook andere websites die dat aangeven. En het is een goede techniek om bij SEO gewoon hoog te scoren als webshop-eigenaar. Ik heb dat vaak gezien in de praktijk. Dus wat daar staat klopt niet helemaal. Want het zegt eigenlijk dat als je dat doet, word je al gelabeld als crimineel. Dus dat vind ik een beetje opmerkelijk. Maar laten we maar naar het tweede punt gaan. Product of merk in een website. Wauw. Ja, sorry. Kom, ik ga je een voorbeeld geven. Kijk, als ik een webshop heb en ik verkoop deze producten, dan ga ik altijd kijken wat mensen opzoeken. Voor welke keywords mensen typen in Google. Vooral Nederland. Dus met andere woorden, ik vul dat gewoon in. Nike Air Max. Zoek het even op. Ja. Zoals je hier kan zien, zie je dat Nike Air Max vaak wordt opgezocht. Dus als ik nou slim ben, dan neem ik gewoon een domeinnaam waar het product staat in beschreven. Zodra ik dat doe, dan weet ik van, als mensen dat googlen, is de kans groot dat ik een hoge ranking krijg. En heel veel mensen doen dat. Dat is gewoon een SEO techniek. Wat hier zeggen is, af en toe zie je dat nepwebwinkels webadressen gebruiken met de naam van het product erin. Heel veel mensen doen dat. Die doen het goed in de staat natuurlijk. Als ik een webshop heb, dan doe ik dat. Dan wil ik hogerop komen, want ik wil dat mensen mijn product kopen en niet bij iemand anders. Dat is wel logisch. Dus dit is ook iets waarvan ik denk, apart. Maar het is aan jou om zelf te beslissen van wat je hiermee gaat doen. Maar goed, dit punt 3 is ook opmerkelijk, want je hebt bepaalde systemen waarbij de homepage geen HTTPS heeft, maar wel de afrekening. En ik snap waarom mensen dat doen in het systeem. En door dit hier te zeggen, dan klopt dit niet. HTTPS is puur bedoeld als je informatie invult in een website, dan is de communicatie tussen jou en de website gewoon geheim. En iedereen kan een HTTPS maken. Maar door te zeggen dat als je geen HTTPS hebt, dan moet dat belletje gaan rinkelen of wat dan ook. Dat vind ik een beetje opmerkelijk. Als consument zijn is het belangrijk om gewoon je gezond verstand te gebruiken als je naar een webwinkel kijkt. Wat betreft de logo, ja, dit is gewoon gebaseerd op hun ervaring. Maar zij zeggen eigenlijk, als ik nou gewoon een webshop maak met dit als logo, dan kan het zo zijn dat zij mij zien als een niet legit webwinkel. Dat is een beetje opmerkelijk. Je kan tegenwoordig op mensen 5 euro betalen om een logo voor jou te maken. En dan heb je heel snel gewoon een webshop opgezet. Dan gaan we naar het vijfde punt. Opletten bij merkkleding en schoenen. Kijk, bekende merken geven aan wat de leveranciers zijn. En vaak zeggen bekende merken tegen leveranciers, je moet aangeven dat je een merk van mij hebt. Zeg maar dat het origineel is. Kijk, en als dat niet op de website staat of ergens dan ook, gebruik je gezond verstand, geen zaken mee doen. Zo simpel is het. Dit vind ik een opmerkelijke punt, want dit is gewoon een sales techniek. Wat je vaak ziet bij webshops is dat ze gewoon kortingen geven, bijvoorbeeld sales, soms hoge korting, maar dan ook aangeven dat het weinig op voorraad is. Dit is een schaarste techniek
En die schaarste techniek is puur bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen nu kopen. En ja, ik val erin. Vaak. Sommige mensen vallen er niet in, want ze kennen de techniek. Maar vaak gebeurt dat ook zo. Kijk, zelf op bol.com zie je dat. Bijvoorbeeld een product is nu gewoon schaars. En later, over de maanden, zie je het er weer. Snap je, over 2 weken zie je het er weer. Dit is gewoon een sales techniek. Dat hier wordt meegenomen, dat vind ik een beetje opmerkelijk. Want het kan ook zo zijn dat de webshop gewoon het product weg moet hebben tussen 60-70%. Dus dan wil hij gewoon weg hebben. Maar ja, het is aan jou om te beoordelen wat je wel of niet hiervan vindt. En taalfouten. Kijk, sommige websites worden vertaald door Google Translate voor als je Chrome gebruikt. Want Chrome geeft bijvoorbeeld aan van, moet ik de website wel of niet vertalen in het Nederlands? Tuurlijk heb je dan spelfouten, snap je? En ja, tuurlijk, je hebt bijvoorbeeld webshops-eigenaren die beginnen. Die hebben bijvoorbeeld websites met taalfouten. Tuurlijk, dat kan. Je moet jezelf even afvragen. Als jij jouw product kan krijgen voor een bepaalde prijs die je kan veroorloven. En het is een website die betrouwbaar is volgens jou. En die voldoet ook aan de regels. Waarom zou je die niet kopen? Zou je alleen maar niet kopen omdat er taalfout in de website zit? Bijvoorbeeld hebben ze ergens een T vergeten of een T vergeten of wat dan ook. Of kromme zinnen. En ja, punt 8 vind ik heel belangrijk. Bij een webshop maakt niet uit waar je iets bestelt. Kijk of je sowieso contact met hen komen opnemen. Kan je dat niet? Niet bestellen. Zo simpel is het. Niet bestellen vanuit die website. Soms heb je websites die groothandel zijn of wat dan ook die geen contactgegevens hebben. Ook niet doen. Want je bent verplicht, vooral Nederland, om je informatie te geven op de website. Maar mensen moeten sowieso contact met jou kunnen opnemen. Snap je? Dat kan door middel van een chat, dat kan door middel van een e-mail of wat dan ook. Als ze dat niet hebben, gewoon geen zaken meer doen. Zo simpel is dat. En punt 9. Ook hier. Ik kan bepaalde systemen opbouwen waarbij je geen account nodig hebt, maar dat je alsnog met de creditcard kan betalen. Dat weet ik heel zeker. En wat zij hier zeggen, is vrijwel altijd een account maken. Ik ben ermee eens. Maar als ik met creditcard ga betalen, dan kijk ik altijd van hoe zit het met die voorwaarden. Dus als jij slim bent, kijk even, hebben ze voorwaarden? Je hoeft niet helemaal te lezen, maar kijk maar gewoon. Hebben ze voorwaarden? Heb je goed gevoel bij die voorwaarden of wat dan ook? Lees het gewoon even door, kijk wat precies erin staat. Snap je, zodat jij weet waar je aan toe bent. Heb je er geen tijd voor of wat dan ook, dan is het jouw probleem als het misgaat. Kijk, weet je, keurmerken vind ik een beetje onzin, want iedereen kan een keurmerk beginnen. De Consumentenbond is verbonden met bepaalde keurmerken en die keurmerken proberen ze te promoten hier op hun website. Snap ik. Hun hebben hier een eigen belang bij. Aan de andere kant, is dat ook jouw belang als consument zijnde? Het punt wat ik wil maken is dat je hebt geen keurmerk nodig om te beoordelen of een webshop wel of niet betrouwbaar is. En een keurmerk geeft je wel bepaalde garantie of wat dan ook. Maar als het erop neerkomt, dan wordt het niet altijd gehanteerd. En vaak is het ook niet ideaal om te hanteren voor jou. In de volgende video ga ik hierop in, zodat je een beeld hebt wat ik precies bedoel. Zoals je kan zien, heb ik je laten zien wat opmerkelijk is aan dit artikel. Laat me hieronder weten wat jij ervan vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. En tot in de volgende video.